Mijn volgende wedstrijd is de triathlon, de internationale triathlon van Cannes. Dat is geen Ironman of halve Ironman, dat is een ander soort wedstrijd. De afstanden zijn ongeveer vergelijkbaar met een halve Ironman. Mijn voorbereiding op deze wedstrijd, het is niet echt heel specifiek. Het is voor mij gewoon een wedstrijd om, om terug een beetje in actie te schieten en in het echte Europese seizoen te laten starten. Dus om alles nog eens een keer uit te testen, om te zien of alles in orde is voor de volgende wedstrijd. Dus geen echt hoofddoel voor mij. Ik kijk er gewoon naar uit om nog eens deel te nemen aan de wedstrijd na een paar maanden gewoon trainen. Dus geen echt specifieke voorbereiding en gewoon eens mij amuseren in een wedstrijd waar dat iets minder belangrijk is. Na Cannes neem ik deel aan twee halve Ironmans in Europa. Dus de eerste is de halve Ironman van Mallorca, de tweede is de halve Ironman van St. Pölten, Oostenrijk. En na deze twee wedstrijden start mijn echte laatste voorbereiding voor mijn volledige Ironman. De Ironman van Oostenrijk, Klagenfurt, eind juni. Dus dat is eigenlijk mijn eerste hoofddoel voor het begin van het seizoen.